Ja, op een week. Daarom ook in die, die hitte, als ik in dat Olympia. Laat eigenlijk niet door. Laat eigenlijk niet door. Ik heb veel moeite. Ik ga links doen. Ik ga links doen. De hoop is voor vandaag. Het hoop is voor vandaag. Achtste is met de straat omhoog. Dat wil zeggen, we hebben de heren senioren. De Masters 35. Net even op, maar ze hebben meer prijzen als bij de Masters 35. U loopt dus een kleine ronde, we pakken weer 500-600 meter, daarna tippen. En dan gaan we van jong naar iets minder jong. Een man van erin. Week in, week uit staat in de bovenste treden van het podium. Regelmatig op persoonlijke records. Egbert Hooijkaas. Hallo. Een man die heel snel is. 13.47 op de baan in Oregon. Jannik Michiels. En dan onder de motief van Zuid-Afrika. Een man die onlangs de halve in Helsinki won. En er ook hele mooie andere tijden heeft staan. Daar is hier onze man uit het Zuid-Afrikaanse land, Flavio Sehone. Tegenwoordig kiest een beetje tussen de wegatletiek en de runback run. Ze gaat het eind van het jaar de kustmarathon lopen. Dames en heren, Mirjam van Rijen. Ja, en dan Brabant moet ik zeggen. Fantastisch atleet in de laatste jaren, de ene PR naar het andere. En maar ik zeg gewoon maar één ding. Zij won zilver bij de Nederlandse kampioenschap op de 10 kilometer. Kim Dillen. Ja, je mag blijven staan hier. Zal ik de rest laten. Zo sponsor dit hele mooie, grote, internationaal getinte veld wegschieten. Gaan we ze dan een keer passage krijgen. Het zijn de twee mannen die we voorstelden. Jannik Michiels samen met Flavio Sehone. Op de derde plaats krijgen we dan Pieter Reinders. Krijgen we hier Stan Schipperen zitten bij. Krijgen we hier de dames met Kim Dillen. Je had Lensveld, de man uit het... Mirjam.
tweede vrouw, kom op. Stuk eruit, yes. Ja, sorry, jongen, maar de spel heeft meer. Michiel Zwaan uit België. Ruben Scheurwater, Colin Bekkers. Vierde senior. 15.000 euro. Finish is rechtsaf. Vijfde finisher, dat is Rick Hartogs. Dan gaan we Jelle van de Wagenbergen, man uit België. Saïd Kafaïwi, de man van Abbey Gouda. 34 categorie 35, de winnaar van onder andere vestigen op in het bos. In het tweede bij de Haagse Benenhoop, laatste weken. De winnaar is hier van Luca Ferrogiolio in Eindhoven. Dan 137 is onze vriend Alexander Picard uit Alexander. Bart Liekens. Hé hey, meneer! Hé! Hoog van de Wouw. Derde is een vrij. Kim Dillen. Dan ga je Peter. Tweede Master 45, Peter Meisberg, Eindhoven Atletiek. Hoor al deze mannen, kijk, en dan worden op felle eindsprint uitgevochten met onder andere Lucas van der Veen daarbij. De man van de tyfoon, ook Frank van Groesel ook binnen. Krijgen we Abid Shapir, krijgen we de tweede dame, Mirjam van. Oké, Kim Dillen, tijd volgens mij net onder de 17 minuten. Ja, klopt ja. Volgens mij 16:55. Ja. Ben je daar tevreden mee? Ik had niet sneller gehoopt, ja. Ja, iets sneller gehoopt, maar waar ligt het aan? Ja, ik weet het, is wel redelijk warm en er zitten wat keerpunten in en ja, ik weet niet, ik was te veel uit mijn ritme en kon niet goed terugpakken, dus ja, ik was een beetje mijn ritme kwijt. Ja, het is best wel zwaar op het einde. Ja, en die finish zat een beetje kort op die bocht, hè? Ja, ja, je kunt niet echt lekker doortrekken, dat klopt, ja, maar goed, nog wel net onder 17, dus dat is wel mooi. Oké, maar niettemin best tevreden. Jawel, ja, het is een mooie wedstrijd om weer als snelheid op te doen. Voor de komende wedstrijden. Maar wat is je programma de komende week? Ik wil een aantal trackmeetings gaan doen in Utrecht. Dus dat zijn avondwedstrijden met mixed races, mannen en vrouwen door elkaar. En heerlijk hardlopen. En de EFK en B Games in Eindhoven, een grotere nationale wedstrijd. Ja, dus dat zijn de twee richtpunten. Oké, heel veel succes, bedankt. Dankjewel. Ik ben Doikas, weer eerste regioatleet en in de nieuwe PR. En in de nieuwe PR, ja. 16:34, ik kom van 16:45. Ik was trouwens mijn tussentijd in Breda op de 15 kilometer. Dus ik ben er zeer tevreden mee met de 16:34 hier. Want het is wel een snel rondje, maar ik denk niet dat het zo snel zou zijn als volgende week in Gilsen. Dan wil ik voor 16:20 gaan, dus maar ja, ik ben tevreden van 16:45 naar 16:34 is goed. Maar 16:20 is behoorlijk ambitieus. Ja, maar het is daar een heel snel parcours. De eerste kilometer zijn heel snel. Dus gelijk erbij zitten en volhouden. En hopen dat het weer nog iets beter is vandaag hier. Wat best wel veel wind. Dus en daar is meer strijd volgende week voor mij, denk ik. Ah goed, dus vandaag waren ook niet de minst geringste die liepen. Peter Meisberg. Ja, maar voor mij in de maat 45 waren het net niet sterk genoeg. En met de 35ers kom ik niet mee. En volgende week kan ik wel met de maat 35 mee daar. Dus is even iets makkelijker, denk ik. Ja, ja. Maar alles staat bij jou toch in het teken van het najaar, hè? Ja, dan begint het, dan word ik 50. Alleen dan zijn de meeste wedstrijden voorbij, dus ik gok even op de Zevenheuvelenloop. Dan ben ik net 50 een week, om daar een 50er te lopen of misschien een 51er. En ja, dan begint het eigenlijk het volgende voorjaar pas. Dan beginnen alle wedstrijden, begint met Egmond bijvoorbeeld. Dan moet ik goed zijn op de halve. Kijken waar de NK's zijn volgend jaar en zorgen dat je op alle NK's aanwezig bent bij de 50. En kijken welke mensen er meer 50 geworden zijn natuurlijk, want ja, dat kan ook hè. Die pech kunnen we natuurlijk hebben. Ja, nou dankjewel Egbert, heel veel succes. Oké, dank je.